Duiven de Keinder komen nu op het podium. En ik heb begrepen dat zij de winnaars zijn. Dus het is heel spannend. We gaan even afwachten wat er gaat gebeuren. In ieder geval trotse kinderen die we hier te zien krijgen. Ik zie ook kleine traantjes hier zo. Misschien dat ze een klein beetje zenuwachtig is. Dat kan, of ze wil het podium niet op. Hè, we gaan het niet vragen, want het is al spannend genoeg om voor zoveel grote mensen op het podium te komen staan. En nou ja, daar staan ze, de trots van Vught. Over een aantal jaar, het Dommenbaarse dorp 75 jaar, dan hebben zij het voortouw. Degenen die nu op het podium staan. De piramide. We willen Dammen zo hartelijk danken voor jullie medewerking en hebben daarom een klein aandenken voor jullie. Alsjeblieft. Er wordt iets overhandigd door de piramide aan Dammen. Mag ik even snel, vragen wat er precies is gebeurd tussen jullie? We hebben met de piramide meegedaan met Deunendijnen voor de Keinen voor het eerst. En de Dammen was zo bereid om het nummer muzikaal te ondersteunen. Oh, hartstikke goed. En de voorzitter die gaat nu het cadeautje uitpakken. En ik zie al een partij spijkerbroekje staan. Ja, ik ben echt reuze benieuwd wat daaronder zit. In ieder geval heel leuk, heel attent. Ja, heel erg leuk. Echt heel leuk. Dat hadden we echt helemaal niet. Hartstikke super. Echt geweldig, ik ben er stil van. Dankjewel. Piramide? Dankjewel. De stil zijn het maar even. Ja, dat duurt maar even. De muzikale ondersteuning van Dammen Zo is gestart. En de kinderen van de piramide die Deunendijnen voor de Keinder hebben gewonnen, gaan nu het lied met z'n allen zingen. Dames en heren, hier is Dammen Zo en de piramide. Even snel een vraag. 75 jaar Dommenbaarse dorp. Staan er een paar... 75 jaar? Ja, over 20 jaar hier, de toekomst. Ja, klopt. Nou, dan hoop ik dat ze in ieder geval carnavallen blijven in Dommenbaarse dorp. En daarbij een paar functies gaan vervullen bij de JJ of bij de grote groep. Dat gaat wel goed komen, hè? Daar, van een kanjers, hè? Mooi, hè? De jeugd, daar doen we het voor, hè? Tranen. Met tuiten. Hartstikke mooi. Geweldig. De perken en carnavallen allemaal, Dommenbaarse dorpers. Tot ziens. Tot straks.
Het eerste woord gaat nu komen beste door de jeugd. 18e Burgervaar. En jeugdprinses Britten Urster. Welkom allemaal op deze drukbezochte plek bij het station van Vught. Wat ben ik blij om jullie hier allemaal te zien. Er staat ons de komende dagen weer heel wat leuks te wachten. Maar de start is gemaakt. Prins Alfredo de 18e, zijn gevolg en Raad van 11. En natuurlijk mijn eigen prinses met gevolg, de Raad, Boer Meskes en onze hoofdkapel de Vrolijke JJ-bende zijn veilig aangekomen. Gift en kleurken, dat is het thema van dit jaar. Laten wij er met z'n allen voor zorgen dat we carnaval 2011 erg kleurrijk gaan maken en er een geweldig feest van maken. La 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 Vader en dochter, prins en prinses van Dommelbaarse Durp 2011, een bijzonder moment. Door de handschoenen kan het papiertje niet goed geopend worden. Ze moeten erom lachen. Het zullen de kleine zenuwen zijn. Maar ik denk dat papa meer zenuwen heeft dan Britt ten Eerste. Beste prins Alfredo de 18e en alle andere Dommelbaarse Durpers. Ook ik. Ook ik. Jeugdprinses Britt ten Eerste heet u allemaal van harte welkom op deze drukbezochte plek bij station van Vught. Ja, en als het eenmaal begint dat lachen, en terwijl heel het plein niet staat te lachen, is het moeilijk om de draad op te pakken. Er staat ons de komende dagen nog heel wat te wachten. Maar het begin is gemaakt. Wij zijn zeker van plan om er een aantal hele gezellige dagen van te gaan maken. Samen met al deze Dommelbaarse Durpers gaat het ons zeker lukken. Ik wil graag Prins Alfredo de 18e en zijn gevolg veel succes en plezier wensen voor de komende tijd. Wij hopen dat we u en uw gevolg deze dagen nog regelmatig tegen gaan komen. Zodat we samen onze kleuren kunnen geven. We gaan zo meteen met z'n allen in een gezellige optocht naar het gemeentehuis. Waar onze burgervader de sleutel zal krijgen. Daarna kunnen jullie gezellig achter ons aankomen. En zullen we gaan kijken of brollers en brollen al op hun vaste plaatsen staan. Ik heb gezegd! Hossa! 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 La la! Een hele fijne carnaval en nogmaals, gif de kleurken! Hossa! 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 Hartelijk welkom weer in het prachtige Dommelbaarse Durp. Als ik daar boven in die toren van Babel zit en ik kijk over het prachtige dorp uit, dan zie ik naar carnaval toe overal de blauw-gele vlaggen buiten komen en langzaam krijgt het dorp het blauw-gele kleurke precies bij het thema van dit jaar. Hoogheid, ik zou graag, als u het goed vindt, eerst even aan de prinses een kleurke willen toevoegen, passend bij het thema, als blijk van welkom.
mag ik u dit aanbieden? Alsjeblieft. En ik wens u fantastische dagen toe. Nou weet ik niet of u op de hoogte bent, hoogheid, van sprookjes. Maar er is een sprookje van een prinses en dat heet Sneeuwwitje. En dat sprookje, dat laat tijdens de wandeling zien dat er een heks komt met een appel. Nou weet u als geen ander dat je met carnaval geen gezonde dingen moet eten. Maar als u van de appel eet, dan valt u in slaap en dan mist u de hele carnaval. Daarom heb ik voor u voor iedere dag een mars. Als u trek krijgt, neem dan de mars en blijf alsjeblieft van de appels af. Burger Waaier, ik overhandig graag aan u de sleutel. Dat betekent dat u hier 3,5 dag de baas bent en dat ik 3,5 dag niet meer de baas ben en heerlijk kan genieten. Geniet ervan, zorg dat je het dorp weer heel teruggeeft. En dames en heren, dat geldt ook voor u allen. Geniet ervan, want het is zo weer als woensdag. En deze kwam ik in Vught-Noord tegen. Ik weet niet waar hij vandaan komt. Hij komt mij een beetje bekend voor. Ik heb maar een kleurken gegeven. Blauw-geel. Het is een broodkikker volgens mij. Maar in ieder geval, jij weet wel wat je thuis hoort, hè? Alsjeblieft. En dan heb ik nog iets voor u. Als je dit leest, kunnen we zelf rode urks. Ik zal u wel zorgen, burger, dat de sleutel deze avond netjes terugkomt. Maar het is desalniettemin, daar gaat het niet om. Het gaat erom natuurlijk dat we onze hoogheid, Prins Alfredo de 18e, en een mooie carnaval met z'n allen aanbieden. En dat gaan we zeker doen. Dus, ik wil de feestelijke voortzetting. Maar broeders met z'n allen op Jan Vergenenplein, waar we dan de broeders en broeders gaan ontdekken. Houd u aan de straks. Broeders en broeders zullen ons deze dagen goed in de gaten houden en ons allemaal goed bekijken. Al feesten hoop ik dat u af en toe eens een knipoog wil geven als broeders en aan broeders en brodda. We zullen ze snel onthullen, zodat ze ons gelijk kunnen bekijken. Natuurlijk, iedereen fijne carnavalsdagen toegewenst en veel plezier. Ik heb gezegd... La la la. Dat Broda nu onthuld wordt. Het is goed, heel mooi om nou Broda zo te zien, maar zij moet niet te lang alleen blijven als achternichtje van boer Broders. Boer Broders, we hebben je een jaar lang gemist. Mag ik mijn gevolg vragen? Boer Broders, aan het Dommelbaarse Dorpse volk te laten zien. Boer Broders, mag ik u verzoeken het boek los te laten?